Hallo allemaal, fijn dat je kijkt naar Open Rotterdam voor de tweede aflevering over de Lustrum-editie van het 48 Hour Film Project Rotterdam. In augustus gingen honderden filmmakers de uitdaging aan om binnen 48 uur een film te schrijven, te filmen en te monteren. En vier van de uiteindelijke inzendingen ga ik je vandaag in deze uitzending laten zien. En dan begin ik met een heerlijke feel-good movie over een gescheiden vader die onverwachts zijn dochter op bezoek krijgt. Geheel in de stijl van de jaren 70 gemaakt. Ik wens je veel plezier met de inzending Papa Dag. De Reuver-methode met Peter Reuver. Bandje 14, les 36. Grenzen trekken. Jij weet als geen ander wat je grenzen zijn. Hou die grenzen aan. Stap niet over een lijn als je dat niet wil. Jij bent in control en niemand anders. Ik ben in control. Goed zo. Dat voelt lekker, toch? Het is jouw weekend. Volgende week toch? Hopelijk heb je dit keer wel iets leuks verzonnen. Ja, is het antwoord. Ja, is het antwoord. Nou, dat wordt een heel leuk weekend. We gaan het heel leuk hebben. Ik ga even... Ik moet even... Dus is het dit weekend? Ik dacht volgend weekend. Ja, weet ik veel. Gewoon. Help. Wie kan dat nou zijn? Heb je Barbies bij je? Wil je tekenen? Zullen we thee drinken? Thee heb ik. Maar niet zo. Hier, kijk hier. De Reuver-methode met Peter Reuver, bandje 18, les 67. Herhalingsles. Weet je het nog? Zeg het nog maar een keer, jij bent in control. Heel goed, Sjoerd, het gaat al steeds beter. Ik ben in control. Ik ben in control. Ik ben in control.
Ik ben in control. Ik ben in control. Ik ben in control. Ik ben in control. Ik ben in control. Ik ben in control. Ik ben in control. Oh, kan die even opnieuw? Ja. Tot zover Pappadag, de film die de prijs kreeg voor Best Musical Score tijdens het Voordeerouwer Filmproject Rotterdam. Er zaten een paar lekker aanstekelijke elektronische deuntjes in. En we gaan deze uitzending verder met een team dat alle vijfde edities aan onze Rotterdamse competitie meedeed. Ze maken films die niet als mainstream betiteld kunnen worden en juist daarom vaak gewaardeerd worden. Oordeel zelf over And Again van Team Volle Maan. Again. And again. Hold it. Hold your balance. And go. Music. I'd like to see everything we did yesterday, including the material we learned today, from the beginning with the music. Again. Relax your face, enjoy it! Come on! Sharper. Perform it! Five, six, seven, eight. Balance. We only go home until you got it. Thank you.
Het antwoord is ja. Het antwoord is ja. Het antwoord is ja. Maar wat is de vraag? Het antwoord is ja. Maar wat is de vraag? Het antwoord is ja. Deze Julia wist in de sprongen niet van de grond te komen, kon nauwelijks een been tillen en had geen controle over haar armbewegingen. Stond voortdurend in wankel evenwicht op de pointes. En deed de in dit ballet zo belangrijke Bourrée's eruit zien als een veredeld struikelen. Ja, dat was alweer de tweede film van vandaag, End Again, van Team Volle Maan. En van een groep ervaren makers gaan we verder naar het jongste team van het Voordeerdouwer Filmproject Rotterdam van dit jaar. Vermilion Entertainment is de naam en de crew werd vooral gevormd door studenten van het Grafisch Lyceum. Het was voor deze jonge honden natuurlijk moeilijk om een prijs te winnen in het ervaren deelnemersveld. Maar ze mogen natuurlijk hartstikke trots zijn op hun eerste echte korte film. We gaan kijken naar de Engels gesproken film Twisted. Narcissistic personality disorder belong to the most abusive types. They manipulate their victims into feelings of toxic shame and guilt to wrap them around their finger. They will make you doubt your sanity and sense of reality. You can know if you are being abused by the fact that you are watching this video right now. Victims of narcissists are usually vulnerable, submissive people. They are naive, and they have a very low self-esteem. They are deeply brainwashed to believe that they cannot do anything in their lives by themselves. If you want to be sure that you are being a victim of a narcissistic abuse, you can contact me through Skype or book a live meeting for a consult. Is there any chance that Rick can change? I mean, he wasn't probably born like this. It's very unlikely. That would be very painful for his ego. It almost never happens. These meetings are very helpful, and I think I'm finally getting a hang of the reality. By the way, Peter said that he used to be a narcissist himself. That's incredible that he could overcome it, and now he can help people like that. At the beginning, did he seem to be too good to be true? Did things got very intense, very fast? Did he suggest you to move in, like in a week time or so?
Well, actually, he was saying there was karmic love and we shouldn't waste any time. And we moved in together after about 4 meetings. Yes. The answer is yes. But what is the question, Claire? What is the real question? Hi, Sunshine. Hey, what the fuck? I can't even apologize myself anymore. The fuck is this, man? You went too far, Rick. This is just too much for me. This is too much for you. Then what should I say, then? I'm the one who's breaking his balls every fucking day to make you happy, and you don't need to do anything. What have you done recently to make me happy? I'm the one who's providing for you, so you are using me, and this is too much for you? I'm tired of you. Yeah, I'm tired and sick of you. Come on, honey. Yeah, you're just confused. Yeah, don't worry, you got me, you know? You just need some guidance. I'm sure you'll be fine! It's just like Peter said, Rick's turning everything around as if he's the victim. I can't live like this anymore. I don't know what to do yet. I don't have a solid plan. But Peter was so kind to offer that I can stay with him until I figured everything out. You can't confront a narcissist and try to reason with him. He will become extremely dangerous the moment he feels you are slipping away from him. I did this. I'm free. Don't worry. You did great. Now you just need a safe place to stay for a while and a little guidance. That's all. It's gonna be just fine. I can be your personal trainer. You can trust me. Let's meet in our cafe. I'm on my way to meet you there. I will be with you in 20 minutes. Just relax, grab a tea, and wait for me. Hi, would you like something to drink? Good day. Dat was Twisted, zoals gezegd een film die geproduceerd werd door een groep studenten aan het Grafisch Lyceum in Rotterdam. En we eindigen vandaag met een team dat al wat meer filmervaring heeft, namelijk Bullet Pilot Productions. Zij maakten een film die ze meerdere nominaties opleverde voor een award tijdens het Voordeerdouwer Filmproject Rotterdam. In hun film Popje zien we een eenzame man die een wel heel bijzondere droomvrouw vindt. Nieuwsgierig? We gaan kijken naar Popje. Thank you.
baas is thuis. En het vrouwtje. Welkom thuis, Popje. We gaan hier samen heel gelukkig worden. Ja? Hey, Ryan! Ja, Peter de Reuver hier, je nieuwe trainer. Wat een afspraak, weet je nog? Hey, sorry, ik heb nu geen tijd. Ik ben bezig met een project dat binnen 48 uur af moet zijn. Ik ben hier nog voor een afspraak. Dag. Het antwoord is ja. Maar wat is de vraag? Thank you.
En tot zover Popje, alweer de laatste 48 Hour film die we voor vandaag behandelen. Maar wees niet verdrietig, in de komende weken volgen er nog 8 uitzendingen waarin de films van het 48 Hour Film Project Rotterdam centraal staan. Volgende week zien we bijvoorbeeld cabaretier Richard Groenendijk in actie in een dramatische rol. En we zien een film waarin een tijdreiziger centraal staat. Reden genoeg om weer te kijken dus. En mij zien jullie dan ook weer hier vanuit Lantaarnvenster. Graag tot de volgende aflevering.